heb dit pakje aan van Lovies. Laarzen zijn van de Zara. Wees niet. Een pakketje van Mode Wanted binnen. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag alweer donderdag. Ik begin deze weekvlog echt super laat. Maar de afgelopen dagen was ik gewoon best wel druk. En we hebben gisteren het hele balkon opgeruimd. Helemaal schoongemaakt. Het was echt heel hard nodig. Ik heb gisteren best wel veel gedaan voor Fiore. Instagram webshop toegevoegd. Er zijn best wel veel influencers aan benaderen. Om wat meer content te krijgen. Omdat we gewoon merken dat we hebben eigenlijk alleen die ene shoot gehad. En die content is natuurlijk allemaal best wel hetzelfde. En we vinden het juist heel erg leuk om content van verschillende mensen te zien. Dus daar ben ik nu een beetje mee bezig om dat te regelen. Ik ben een Pinterest bord aan het aanmaken voor Fiore met allemaal foto's. Dus ga dat zeker volgen als je dat leuk vindt. En een beetje leuke zomerse inspiratiefoto's wil zien. Maar dat is dus waar ik een beetje mee bezig ben geweest de afgelopen dagen. Over anderhalve week ga ik zelf naar Ibiza. Dus ik ga dan ook alles meenemen voor Fiore om daar lekker veel content te maken. Hebben jullie nou nog leuke influencers? Of ben je zelf een leuke influencer? Lijkt je het leuk om content te maken voor Fiore? Laat dan even weten hieronder. Dan wellicht kunnen we eventjes kijken wat de mogelijkheden zijn. Dat klonk echt heel netjes. Maar goed. Het is dus vandaag donderdag. En ik ben een beetje in huis aan het rommelen. Keer die komt zo meteen eventjes langs gezegd. Dus dat is wel leuk. Misschien dat ik vanavond volgens mij met Zoe op het strand foto's ga maken met de zonsondergang. Even kijken, want ik weet nog niet zeker of ik kom. Maar als het goed is kan ik wel, dus dat is heel erg leuk. Morgen ga ik Rowan denk ik zien, als het goed is ook. En van het weekend komen er ook vast nog wel allemaal leuke dingetjes aan. Dus ik ga je er weer lekker meenemen deze week. Ik wil eigenlijk ook komende week alvast een beetje outfitjes gaan bedenken voor Ibiza. Zodat ik dat kan gaan inpakken en volgende week een kofferinpakvideo voor jullie kan opnemen. Maar voor nu heb ik eventjes een oplader nodig voor mijn laptop. En ga ik eventjes met mijn laptop in de woonkamer zitten en even wat dingen doen voor Fiore. Dus ja, dat eigenlijk een beetje. Deze week is niet heel erg boeiend geweest tot nu toe. Maar goed, wat niet is kan nog komen. Gisteren heeft dagbaar de vader wel eindelijk onze kapstok opgehangen. Ik zal het wel even... Kijk. Eerst gooide iedereen altijd zijn jassen daar op de stoelen neer. Maar nu hebben we dus eindelijk een kapstok. En dagbaar de vader die komt vanmiddag of vanavond volgens mij ook nog eventjes langs om wat andere klusjes in huis te doen. Dus ja, dat ook. En voor nu ga ik eventjes lekker op de bank verder. Ik denk dat ik ook eventjes wat dingen voor YouTube wil doen. Eventjes wat ideetjes, even een nieuw introotje, een nieuw banner. Gewoon allemaal leuke dingetjes. Dus dat is het een beetje voor vandaag. Een beetje een rommeldagje. En Kerry komt dus straks zo meteen eventjes. Dus dat vind ik ook gezellig. Ik heb me eventjes helemaal klaar gemaakt. Zoe en ik gaan eventjes foto's maken op het strand. Het is nu 6:30. We wilden eigenlijk met zonsondergang. Alleen er is dus niet echt een zonnetje. Dus zonsondergang is er niet. Maar van de week gingen wij foto's maken op het strand. En toen was het licht echt zo intens fel. Dus dat is nu in ieder geval niet. Dus dat is top. Ik heb dit jurkje even aan. Van bij de label. Deze bikini top van Fiore in het groene kleurtje. Ja, de green. Ik heb ook nog wat blauwe bikini bij me, want ik heb een leuk idee voor een fotootje. Dus dat gaan we eventjes doen.
Jodie is hier ongeveer over een half uurtje. Dus ik ga nog even lekker filmpjes kijken. En dan gaan we even lekker foto's maken. Het is vandaag vrijdag en zoals jullie net konden zien, was ik eventjes in de Zara. Want ik had echt een nieuw shortje nodig, aangezien ze allemaal te groot zijn. Die heb ik gevonden, deze. Ik vond deze wel leuk, want hij heeft dus zo'n knoop aan de zijkant. En het lijkt dus een rokje. Dus die heb ik gehaald. En dan zag ik nog twee topjes voor het uitgaan op Ibiza. Want ik ben dus in mijn notities, ben ik allemaal outfits aanmaken voor Ibiza, voor overdag, voor avond. Maar ik vind uitgaan outfitjes echt heel lastig. Maar ik zag dit topje. Die vond ik wel heel erg leuk. Een witte. 19,95 was die. En dat broekje was trouwens 25,95. En ik zag dit topje en ik dacht, dat kan je overal mee combineren. Deze, dan moet je die zo draaien, zo in je nek. Gewoon een zwarte. En die was 9,95. Er is net ook een pakketje binnengekomen van Refined Department. Er zit een heerlijk joggingspak in. Kijk. Dus deze trui. Lekker veel kleurtje. Ze gaat ook lekker mee naar Ibiza voor als het koud is een avondje. In een maatje S, want ze hadden dus geen XS meer. Dus ik hoop dat het niet te groot is. Maar anders is die gewoon lekker oversized. En een joggingsbroek erbij. Lekker pakje. Biba die komt zo meteen hierheen. Althans, ze is aan het werk. En als ze klaar is met werk, komt ze hierheen. En dan gaan we lekker uit eten bij Tatsu in de Mall in Leidschendam. Heb ik echt al heel lang niet gegeten. En toevallig had ik het er, volgens mij gisteren, zei ik het tegen de dag. Maar dat ik er echt zoveel zin in had om daar te eten. Toen appte Biba gisteren van, zullen we morgen ergens gaan eten? Dus helemaal leuk. Ik moet alleen nog eventjes wat aantrekken. Ik heb wel al een broek aan. Maar weet eventjes niet zo wat ik erop ga doen. Misschien gewoon een topje en dan een blazer eroverheen of zo. Waar is mijn blazer gebleven? Oh ja. Misschien doe ik wel dat nieuwe zwarte topje aan. Deze. Ja, ik denk dat ik deze aan doe en dan gewoon met een blazer eroverheen. Lekker makkelijk. Of zou ik een bandeau top aantrekken? Nee, ik doe deze wel aan. Het is dit outfitje geworden. Die top van de Zara met zwarte blazer, spijkerbroek, cowboylaars en doe ik mijn blauwe Jacques Mustas erbij. Ik ben alweer een tijdje thuis. Ik lig lekker op bed. Het is nu 11:15. Ik ga zo lekker slapen. Want morgen wordt echt een hele leuke dag. Biba en Zoe die gaan met hun familie, met Zoe haar ouders, Biba haar moeder, tante en Jani dan, vriend van Zoe. Volgens mij was dat het. En twee vrienden nog. Dan gaan ze naar de Gay Pride en Biba had gevraagd of ik meeging, dus ik ga ook gezellig mee. Ik ben er echt nog nooit geweest, maar het lijkt me echt onwijs leuk. Dus ik ben heel erg benieuwd. Morgen om 10:30 moet ik bij Biba zijn. En dan gaan we met de auto naar Amsterdam. En dan blijven we morgenavond ook in Amsterdam slapen. Slapen met z'n allen in een hotel, dus dat is ook heel erg gezellig. En volgens mij dat we zondag dan nog heel eventjes de stad in gingen. Even een rondje in Amsterdam lopen. En dan gaan we weer lekker naar huis. Dus het wordt echt een heel erg leuk weekend. Heel veel zin in. Ik heb mijn outfit heb ik al klaargelegd. Ik heb mijn tas al een beetje ingepakt voor het slapen. Maar make-up en zo stelt dan heb ik morgenochtend nog nodig. Dus dat kan ik morgen pas in mijn tas doen.
Ik heb een heel erg leuk outfitje van Lovies. Die konden jullie ook op mijn Insta zien. Maar dat zal ik morgen allemaal wel laten zien. Ik ga nu lekker slapen. Die nieuwe trui aan van Refined Apartment. Hij zit echt heerlijk. Die broek is ook echt heel erg leuk. Ik denk dat ik het lekker mee ga nemen als vliegoutfitje naar Ibiza. Ik vind het echt lekker Ibiza pakje. Oké jongens, het is zaterdag. Ik heb echt enorm veel haast. Ik ga mijn camera niet meenemen. Ik ga alles met mijn telefoon filmen. Maar ik dacht, ik wil jullie nog wel even naar mijn outfit laten zien. Voor de Gate Pride today. Ik heb dit pakje aan van Lovies. Laarzen zijn van de Zara. Ik dacht handig om het even zo met zo'n koord om te doen. Yves Saint Laurent tas en deze groene oorbellen erbij voor een beetje extra kleur. Ik ga nu naar Biba toe en dan gaan we naar Amsterdam. Echt super veel zin in. Oké, we zijn nu bij de Gay Pride gearriveerd. En we gaan nu de roze shirtjes zoeken. We gaan nu heel eventjes op zoek naar vrienden van ons. En dan gaan we lekker op een schuitje staan. We staan daar met onze familie gezellig. En proost! Wij zijn klaar met de Gay Pride. We hebben een heel leuk hotelkamertje. Ik ga jullie even een klein toertje geven. Nou, kom je lekker binnen. Lekker badkamertje. Morgen lekker douchen. Lekker bedje. Zo, dit is best wel een groot bed volgens mij. Ik denk dat ik jou niet ga voelen vannacht. Lekker bankje. Nou, ik krijg ook nog gratis eten. Nee, maar ik doe dit nieuwe shirt al. Nou jongens, we gaan weer naar huis. Het is zondag. En wij zijn moe. Het is vandaag zondag en de Gay Pride was echt onwijs leuk. Ik had mijn camera natuurlijk niet bij me, dus volgens mij heb ik ook niet heel erg veel gefilmd. Maar ik had gisterochtend zoveel haast, want ik weet ook niet of ik dat had verteld. Maar we zouden eigenlijk eerst naar het hotel gaan, zouden we ons daar gaan klaarmaken. Dus we hoefden allemaal nog niet ons outfit aan te doen, make-up nog niet te doen en zo. En toen echt een half uur voordat ik weg moest, belde Biba. Van we kunnen nog niet inchecken in het hotel, dus we moeten wel alles thuis doen. Dus toen moest ik binnen een half uur moest ik echt alles doen. Volgens mij heb ik nog wel een klein stukje gefilmd van mijn outfit. Maar ik zal eventjes een plaatje in beeld zetten van mijn outfit. Ik vond het wel heel erg leuk. Er waren ook nog wat mensen tegengekomen die we kenden. Dus we hebben eigenlijk heel de middag bij hun gestaan. Dat was echt super leuk. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad. En toen ik thuis kwam, waren er twee pakketjes. Eentje van Chiquelle en eentje van zonnebrillen.com. Want ik heb namelijk van hun twee zonnebrillen gekregen voor vakantie. Echt onwijs blij mee. Ze zijn allebei van Yves Saint Laurent. En kijk, ik heb niet echt een zonnebrillenhoofd. Vind ik zelf. Maar ik vind zonnebrillen gewoon heel erg leuk. Dus ik dacht, ik kies deze gewoon uit. Mooi met zo'n soort van panterpatroontje of zo. Ik heb nu een staart in, dus het ziet er nu sowieso niet echt uit. Hij is heel groot. Maar ik dacht, het is misschien wel heel erg gaaf. Als je zo'n grote hoed op hebt en dan zo'n bril op. Mijn haar los, leuke bikini aan. Dus die. En dan deze. En dit is mijn lievelings. Dat is deze. Deze ook van Yves Saint Laurent. Ook weer zo'n soort cat eye model. Ik zal eventjes linkjes ervan in de beschrijving zetten. Deze vind ik echt heel erg leuk. Dus deze gaan sowieso mee volgende week. Of vakantie naar Ibiza. Maar jullie zullen het vast nog wel voorbij zien komen op mijn Instagram. Misschien dat je zonnebrillen te groot vindt bij mijn hoofd. Maar ik vind ze gewoon heel erg leuk. Want ja, ik weet, ik heb gewoon niet echt een zonnebrillenhoofd. Zeg maar qua. Ik had ook een hele mooie gezien van Gucci. Alleen die was best wel groot en vierkant. Nou, dat staat al helemaal niet. Ik kan beter een beetje van die puntige brillen hebben. Maar goed, dat zijn die. En dan heb ik nog een pakketje van Chiquelle. Met 6 items. Even kijken. Er zitten ook 2 bikinis bij waar ik echt super benieuwd naar ben. Op zijn website zag dat er echt onwijs mooi uit. Dus allereerst deze groene. Het triangeltopje. Echt een heel erg mooi kleurtje. Zo. Ik vind het ook leuk dat hij hier 2 van die bandjes heeft. Deze heb ik in een maatje S. Ik ben blij dat ik een S heb genomen. Ik twijfel heel erg tussen een S of een XS. Maar te zien mag ik blij zijn dat ik een S heb gedaan. Oh, deze ziet er wel weer groot uit. Hier zit broekje. Nou, groot, zeg maar breed en lang. Het is wel echt een extreem string model. Wel lekker met bruin worden. Deze heb ik ook in een maatje S. Dan heb ik nog een rode bikini.
Ja, op de zijde zitten die pomegranates. Granaatappel. En daar heb ik dit broekje bij. Dit is een ander broekje. Deze. Met hier weer van die twee touwtjes ook aan de zijkant. Heel erg leuk. Die heb ik ook in een S. En dan, als het goed is, datzelfde topje als net. Alleen dan dus in het rood. Of een beetje roze-rood is het. Kijk. Weer dezelfde. Heel erg leuk. Komt lekker op tijd voor vakantie. En dan heb ik nog twee andere dingetjes. En dat is dit jurkje. Ik dacht misschien wel leuk voor het uitgaan. Het is gewoon een zwart strak jurkje. En dan hier aan de bovenkant heb je twee van die touwtjes. Dat je hem zeg maar zo in je nek moet kruisen. En dat je hiervoor dus dat gat hebt zitten. Heel erg leuk. Dat heb ik in een XS. En dan als laatste dit. Ik dacht misschien is het een beetje warm voor vakantie. Maar het leek me wel heel erg leuk voor op een foto. En dat is dit gehaakte topje. Ik dacht misschien wel leuk op een lange rok of zo. Voor Ibiza. En die heb ik in een XSS. Dus dat zijn alle dingetjes die ik van Chiquelle heb gekregen. Ik heb ook weer voor jullie een kortingscode. Die zal ik in de beschrijving zetten. En alle linkjes erbij. Ik ga nu gewoon eventjes lekker chillen. Niet zo heel veel meer doen. Ik twijfel een beetje of ik deze weekvlog koppel met de volgende weekvlog. Omdat deze week wordt best wel een beetje een chaotische drukke week. En deze vlog is natuurlijk ook al niet heel erg lang geworden. Dus ik denk dat ik dat misschien ga doen. En ik ga deze week ook een koffer-inpak video filmen. Dus dat is wel heel erg leuk. En ik wilde eigenlijk ook nog met mijn broertje een video opnemen. Maar ik weet niet of ik dat deze week ga redden. Maar anders komt dat na de vakantie. Want er komen ook, als het goed is, 3 Ibiza vlogs aan. Ik wil er 3 vlogs van gaan maken. Dus ja. Het is vandaag donderdag en gisteren heb ik echt niet zo heel veel gefilmd eigenlijk. Volgens mij die dag ervoor ook niet, maar het zijn een beetje hectische dagen. Want we gaan zondag natuurlijk op vakantie en ja, de mensen die mij een beetje kennen, die weten dat ik er altijd best wel veel stress van krijg ofzo. Omdat ik dan alles nog moet inpakken. Ik wil nog koffer-inpak video opnemen, maar er moet ook nog een heel pakket van Naked binnenkomen. En er zitten ook allemaal dingen in die meegaan op vakantie, dus eigenlijk zit ik daar een beetje op te wachten. Er is net wel een pakketje van Most Wanted binnengekomen. Ik had dus gisteren bij Noah op er is echt een super leuk setje gezien. Ik dacht, ja, dat is wel heel erg leuk om mee te nemen. Dus die is wel net binnengekomen. Dat is deze broek. Deze groene broek. Die heb ik in een maatje XS. Was volgens mij €35. En er hoort dus een topje bij. Het topje was 20. En die heb ik ook in een XS. Maar die moet je dus dan zo. Even kijken. Die moet je zeg maar zo om je heen knopen. En dan die broek eronder. Dat vond ik wel heel erg leuk. En ook lekker luchtig, want het is 34 graden op Ibiza. Dus als we uitgaan is het gewoon echt super heet waarschijnlijk. Dus ik wil even allemaal luchtige dingetjes. Er was net ook een pakketje van Zara binnengekomen. Nou ja, die heb ik opgehaald bij het postkantoor. Die was daar bezorgd. Met deze corset top. Die vond ik echt heel erg mooi. Die had ik van de week in de Zara gepast. Alleen, die was toen te groot en ze hadden geen maatje kleiner. Dus ik heb hem nu besteld in een XS. De code. Dan nog een corset topje in het wit. Ik dacht dat is ook wel altijd leuk. Ik had er van de week al bij de Zara eentje gekocht. Alleen, ik krijg er een beetje van die puntiet in. Dat vond ik niet zo mooi. Dus ik had deze besteld om te kijken welke mooier zat. Dus ik ga die ander morgen of zo even terugbrengen. Die heb ik ook in een XS. Dan heb ik echt een heel erg leuk rokje. Althans, hij lijkt echt heel basic. Gewoon een zwart rokje. Maar er zitten hier dus van die touwtjes. Die moet je dan zo om je middel zo knopen. Dus ik dacht, dat is wel leuk met een zwart bandeau topje erop. En dan een gekleurde tas en gekleurde hakken of zo erbij. Dus dat. En er is gisteren nog wel binnengekomen. Een nieuwe hoed. Ik ben helemaal verslaafd de laatste tijd aan hoeden. Ik vind ze echt heel erg leuk. Heb ik deze dus mogen ontvangen. Ik zal even in beeld zetten hoe het heet. Dat weet ik namelijk even niet uit mijn hoofd. Maar
vind deze echt heel erg leuk. Ook om beter te nemen op vakantie. Dus ik mag aardig wat hoeden in mijn koffer gaan proppen. Want er komt morgen of overmorgen komt er nog eentje binnen. Dus heb ik 4 hoeden. Misschien ook er eentje gewoon opzet in het vliegtuig weer. Net zoals naar Sakintos. Maar ik wil ze eigenlijk wel alle 4 heel graag mee hebben. Er staat hier een Zara doos. Die ga ik eventjes nu inpakken. En dan ga ik die eventjes terugsturen. En dan ga ik denk alvast even wat outfits maken voor vakantie. Zodat als morgen of overmorgen het naked pakketje binnenkomt. Dat ik gelijk de inpakvideo kan filmen. Dat geeft wel ietsjes meer rust in mijn hoofd. Verder vandaag ga ik eigenlijk niet zoveel doen. Het is bloedheet buiten. Niet normaal. Dus ja. Het is vandaag zaterdag. En wat zie ik er slecht uit, zeg. Oei, oei, oei. Het is vandaag zaterdag. De dag voordat wij op vakantie gaan naar Ibiza. We gaan morgenochtend gaan we weg. Afgelopen week was echt super druk, chaotisch, heet, benauwd. Alles erop en eraan. Dus vandaar dat ik deze 2 weken dus eventjes aan elkaar heb geplakt. Ik heb vandaag ook zoveel stress gehad. Ik maak mezelf zo gek altijd de laatste dagen voor vakantie. Ik had vandaag zoveel dingen gepland staan. Kijk. Ik kan het wel even laten zien. Een beetje. Dit was alles wat ik gisteren en vandaag nog moest doen. Er staan nog 2 dingetjes open. Dat is deze weekvlog bewerken. Kofferinpakvideo bewerken. En mijn haren wassen en klaarmaken. Ik heb vanmorgen mijn wenkbrauwen zelf geharst en geverfd. Ik ben naar de pedicure geweest. Ik ben naar de waxbar geweest voor mijn armen en voor mijn buik. Biba is hier geweest. Ik heb haar een pedicure gegeven en haar buik geharst. We zijn eventjes naar de zonnebank geweest. Ja, we gaan morgen op vakantie. Maar we dachten, chill. Mijn dag maar erbij met z'n drieën. Ik heb mijn koffer verder ingepakt. Ik ben langs Rowan gegaan, wat super lief. Ik mag dus van Rowan haar AirTag lenen voor op vakantie. Je kan hem natuurlijk niet overzetten op iemand anders telefoon. Maar ze zei, ja, als jij hem gewoon meeneemt, dan kan ik kijken waar die is. Stel dat je koffer weg is. Ik heb nieuwe opladers gehaald, want dat was ook echt nodig. Alles aan het opladen, dus echt een stressdag. En gisteren ook al. Maar goed, morgen lekker op vakantie. Ik heb echt super veel zin om Ibiza vlogs te maken. Daar kijk ik echt heel erg naar uit. Kijk, mijn koffers staan hier gepakt. Ik heb deze 2 koffers lekker voor mezelf. Hier heb ik een koffer met al mijn kleding. Hier zit allemaal toestingen in. Bikinis, ondergoed, make-up, zonnebrand. In mijn statief mee voor zo in mij, dat we zo een foto kunnen maken. Strandlakens, nou, schoenen, van alles en nog wat. Dus die gaan straks lekker dicht. Deze hoeddoek op en deze schoendoek aan met vliegen. Want anders was ze niet meer in de koffer erbij. En ik wil ze er wel bij hebben. Dus dat wordt weer leuk. Maar voordat ik deze weekvlog ga afsluiten, wil ik jullie nog iets nieuws laten zien op Hadza. Ik heb Hadza wel vaker benoemd in mijn weekvlogs. Ik ga er eventjes bij zitten. Let trouwens niet op hoe ik eruit zie. Want dit is echt een outfit van dit neem ik niet mee op vakantie. Maar ik moet dat aan in het hete weer. Het is vandaag 31 graden. Ik dacht dat ik dood ging. Maar Hadza heb ik wel vaker besproken met jullie in mijn video's. En Hadza heeft nu dus weer wat nieuwe dingetjes toegevoegd aan de app. Dus ik dacht, ik ga het eventjes laten zien. Voor de mensen die Hadza nog niet kennen, Hadza is een app waarin je een soort van lijstjes, borden kan maken met allemaal dingen die je bijvoorbeeld wil kopen. Je kan de borden ook met mensen delen. Dus stel dat je jarig bent of dat het kerst is of er is een gelegenheid waarvoor je wat dingetjes mag vragen bijvoorbeeld. Of cadeautjes kan krijgen. Dan kan je dus dat bord naar mensen doorsturen en dan kunnen zij zien wat jij allemaal wilt. Winkel staat erbij toegevoegd, prijs staat erbij toegevoegd. Dus heel makkelijk voor mensen om te kijken. Maar Hadza heeft nu dus ook wat nieuwe dingen. Even kijken. Dit is mijn Hadza-account trouwens. Tadaa. En dan hier zijn wat producten van mij. Hier staan ook wat borden die ik heb gemaakt met dingetjes die ik leuk vind. Maar je kan nu dus ook naar het kopje zoeken hier. En dan heb je hierboven dus allemaal winkels staan. En ik weet niet waarom bij mijn telefoon de foto's even niet laden. Maar ik denk door de slechte verbinding hier in mijn kamer. Maar er staan dus ook weer allemaal nieuwe dingetjes. Dus allemaal suggesties. En kijk, als ik bijvoorbeeld hier op een product zet ook, kan je hier doorverwezen worden gelijk naar de website. Dus nu zo'n zoekbalk waar je dus allemaal categorieën en zo kan invullen. Kijk, als je hierboven naartoe gaat, kan je allemaal categorieën aanvinken. Bijvoorbeeld kleding, meisjes. Vrouwen. Laten we even vrouwen doen. Oh, nou, ik heb nu al meisjes gedaan. Kijk. Dan krijg je dus allemaal meisjesdingen. Een grote soort van shopping app. Maar daar kan je dus allemaal borden van maken met dingen die je leuk vindt. Bijvoorbeeld
Schoenen ga ik aanvinken. En dan damesschoenen. Laarzen. En krijg ik allemaal laarzen. En dan kan je dit dus bijvoorbeeld, stel, pak even een leuke. Pak wel gewoon even de bovenste, dat is het makkelijkst. Klik erop. Dan staat er dus gelijk de prijs, gelijk linkje naar de website. En je kan hem dus bewaren. En dan kan je hem dus toevoegen aan een bord, aan een bestaand bord. Of je kan een nieuw bord maken. Super handig. Dus dat wilde ik jullie eventjes laten zien, omdat dat nieuw is op Hatsa. En ik had ze best wel veel gebruikt. Ik zou het ook super leuk vinden als jullie me gaan volgen. Ik zal eventjes een linkje in de beschrijving zetten van mijn account. En dan hoop ik dat jullie ook een account gaan aanmaken. Dat was een hele hoop lucht. Mijn hart ziet er echt niet uit. Ik moet nog douchen, alles. Maar ik ga bij deze de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het toch een beetje leuk vonden. En dat jullie heel erg uitkijken naar de Ibiza vlogs. Die komen eraan. Ik ga proberen er 3 te maken. Ik hoop eigenlijk 4, maar ik ga uit van 3. En er komt sowieso een impactvideo aan. Die ga ik zo meteen ook gelijk bewerken. En hopelijk staat dan alles nog online voordat ik morgenochtend het vliegtuig instap. Super veel zin in. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie snel. Doei doei.